Maar ik merkte dat ik wel door die kampen dan een beetje zenuwachtig werd. Jij moet een grote zus, hè? Deze avond was echt een 10. Nou, dat is toch schattig? Ik ga hem ook niet knippen, toch? Als het goed is, hebben we alleen deze nodig. Deze gaat ook weg. Ik heb water in mijn bierfles. Ja, echt leuk. Dit is echt ook hoe ik mijn toekomst altijd voor me zag. Jullie kijken echt van waarom wil iemand dit weten? Hier een dikke boter mee. Dus dat we eigenlijk het hele oppasplaatje al rond hebben. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik eet dragon fruit. En... ik ga zo naar de verloskundige. Ik ben dan, er! Het is toch weer spannend. Als ik 39 ingaat, dan... Normaal word ik 10 minuten van tevoren zenuwachtig, nu 6. Ik denk dat alles goed zit, maar ik vind het toch wel echt heel spannend. En ik denk dat het echt 5 minuten maar gaat duren of zo. Maar ik kan niet wachten om... ik had bijna het geslacht gezegd. Ik kan niet wachten om het hartje te horen. Dat maakt niet uit. Ik wil nu gewoon mijn buik voelen. Inderdaad, mijn buik maken, want ik ga eerst even aan je buik voelen. Okay. Voelen waar die baarmoeder zit. Ik voel zo niet druk. Dat is echt niet normaal. Ik heb niet eens wat gedronken. Nee, dat is niet. En als die huisarts zegt, oh, er zit niks in, ga dan mijn vraag eens op kweekpillen zetten. Ik ga niet veel meer je buik voelen, want dat gaat nou, niet. Nou, daar voel ik niks. Alleen hier. Ook niet als ik hier duw, dat het dan daar... Nee, het is echt alleen maar hier zo. De baarmoeder komt nu in ieder geval tot net even onder je navel. Dus hij zit hier zo. Eén vinger van je navel. Dus prima hoor, al 16 weken. Je zal merken dat volgende keer niet zo heel hard in de hoogte gegroeid is. Maar voornamelijk een beetje in de breedte. Oh, echt? Ja. Maar dat is normaal. Die baarmoeder moet nog een beetje breder worden. Hè? Die baby moet een beetje ruimte krijgen. Oh ja. Nou, gaan we die kleine eens even zoeken. Het kan een beetje zoeken zijn hoor. Dat is niet schrik als we het niet meteen hebben. Het is nog een beetje gestopt. Is dat al hard? Is dat hard? Ja. Het is goed meer, hè? Het is prima. Top. Maar die plopjes is hoor. Dat is de baby's beweging, zeg maar. Dat is een kleine schot. Het klinkt goed, hoor. Klinkt hartstikke goed. Zeker, ja hoor. 150, 160 slagen per minuut. Dus helemaal prima. Duidelijk gehoord nu, ja. Hè? Dat is het gehoord. Ja. En soms ben ik echt wel eens, zeker 5 minuten aan het zoeken om het überhaupt te vinden. Dus, tot nu toe gaat elke... ja, maar vorige keer heb jij met de echo gehad, hè? En de echo kun je zien. Maar je zoekt natuurlijk, hè? En dit is natuurlijk... Oh, je was een beetje, hè? Ja, ik had nu geluk. Maar ik merkte dat ik wel door die kampen dan een beetje zenuwachtig werd. Dat wilde ik sowieso met mijn bonusdochter nog een keer doen. Dat zij ook het een keer kan horen. Zeker, ja. Maar ja, het leukste is om ook echt een echo te zien voor haar. Maar dan moet je het prettiger doen. Nou, ons kindje leeft gelukkig. Ik dacht het wel al hoor, maar toch is het spannend. En ze denkt wel, ze zegt wel echt grote kans dat je een blaasontsteking hebt met de klachten die ik heb. Ik heb gewoon net geplast, ik moet nu alweer voor mijn gevoel. En dan komt er soms niet eens wat uit. En ja, rugpijn, hoofdpijn kan er ook bij horen. Maar dat kan ook gewoon bij een normale, bij de zwangerschap horen. Maar het is toch wel, morgen ga ik naar Weesper. Het stom is dat je dus ochtendurine moet hebben. Dan moet ik dus morgenochtend best wel vroeg weer weg. Ja, dat moet ik eigenlijk wel doen. Want het is al een week of zo nu. Stel dat er echt een blaasontsteking is, dan is dat niet goed. Dan gaan je nieren het ook... dat is niet goed voor je nieren, ook niet voor het kindje. Ik zou wel balen als ik aan de antibiotica moet. Maar als kind had ik vaak een blaasontsteking... daarna nooit meer gehad, voor zover ik weet. Dus. Ik heb dus niet het gevoel dat het een blaasontsteking is. Maar zij zegt, anders is het veel te vroeg. Dat je die druk zo voelt. Want je buik is nog niet zo groot, weet je wel. Ze zei, je baarmoeder zit tot 1 vinger onder je navel. Dus dat is goed. En zo meteen het hartje. Ik ga even haar bellen. Had ik verteld dat we al de naam hebben voor de baby? We noemen de baby ook al zo. Ik ga binnenkort wel het geslacht met jullie delen. Daisy! Ik heb je eigenlijk maar heel kort niet gezien, hè? Ik was hier maandagochtend nog en het is nu donderdag. Hi. Je bent zo lief en de baby leeft nog. Ja, de baby leeft. Huh. Jij wordt een grote zus, hè? Ja, allemaal zussen. 2 grote zussen krijgt de baby. Ja. Jij bent een kleine grote zus.
En Chickie is de grote, grote zus. Ja. Ja. Lig je lekker, mevrouw? Hey. Ze wil niet eens weg. Waarom wil je niet weg? Lekker. Ik moet even een campagne gaan filmen. Die moet ik vandaag opsturen. Het is zo'n koker. Maar het is, als ik hem open doe, zie ik het. Ja, Chinese avond. Kom hier. Oeh. Jij hebt je eten op. Dametje. Deze avond was echt een 10. Zo gezellig. Oh mijn god. We hebben de naam van onze baby verteld. En die vonden ze echt geweldig. Erg gekletst. En ik ben hier dus sinds ik zwanger ben gewoon niet geweest bij hun thuis. Het was zo liefdevol en warm en leuk. En echt, oh, het was een en al geluk bij ons allemaal. Ik heb echt de leukste schoonouders op aarde. Ik heb alleen maar happy feelings. Gewoon geweldig. Heel leuk. Nu ga ik dus naar huis rijden. Haar rijdt achter mij. Het liefst ga ik met hem mee. Maar ik dacht, toch even goed thuis. Even goed slapen. Morgenochtend die urine inleveren. Sporten. En haar komt morgen alweer naar mij. Dus zie ik hem morgen. En nu kan ik lekker doorrijden. Is het maar 49 minuutjes rijden in plaats van 54. Maar goed. Even lekker in de avond. 9:30 thuis. 9:45. Perfect. Perfecte dag. Perfecte avond. Oh, mijn vlog is nog niet klaar. Oeps. Daar had ik even niet over nagedacht. Ja, ik ga zo eventjes bij een tankstation stoppen. En dan ga ik mijn laptop openklappen. Want de video was aan het opslaan. Maar het zat mijn geheugen vol. Dus hij moet nog opslaan. Dat duurt 1,5 uur. En dan moet ik hem nog uploaden. Dus dat is fijn als ik tijdens het rijden dat was eventjes kan doen. Ja, dat was ik dan even vergeten. Mijn vlog was nog niet klaar. Maar verder allemaal nuttige dingen vandaag. En oh, nu gaat haar weg. Doei, schatje. Ik hou te veel van haar. Wij worden echt zo gelukkig gezin. Dat is niet normaal. Oh, dit wordt echt... Ons leven is alleen maar beter aan het worden met de dag. Ik ben zo blij. Echt heel blij. Heel gelukkig. Oh, een andere route via Den Haag. Grappig. Oké. Ja, ik ben helemaal dolgelukkig gewoon. Alles is perfect. Mijn leven is echt waar ik moest zijn. Super happy. Morning. Ik ben deze aan het inpakken voor Bob. Ik ben niet vooruit te branden vandaag. Ik heb wel mijn ochtendurine in een bakje gedaan, maar ik heb het nog niet afgeleverd. Echt, oh my god. Ik ga zo weg. Zo moe, dat is niet normaal. Ik heb geen plakband, dus hopelijk werkt dit. Deze prachtige stickers. Oh, dit is zo schattig. Het is gewoon zonde eigenlijk. Bobje is nog te jong om dit leuk te vinden, denk ik. Die stickers. Ik dacht, bij een kind moet je iets wel inpakken. Oh, is het een baby van 1,5 jaar? Ik vind een cadeautasje bij een kind echt stom. Omdat kinderen het juist willen uitpakken. Oh, maar dit papier is wel echt te cute. Hoe kom ik hier aan? Denk action. Ik pak eigenlijk bijna nooit meer in, omdat ik dus altijd cadeautasjes doe. Salot. Lot wilde dus voor haar verjaardag, weet ik nog, een mooie saladeschaal. En ik hoop dat ze is vergeten dat ik dat weet. Mijn dag begon echt veel te laat, uren te laat. Maar ik heb dus wel alles gedaan wat moest. Het enige is dat de robot wegbrengen niet is gelukt. Het is dus zo zwaar, het is dus 15 kilo, mag ik eigenlijk helemaal niet tillen. Had ik hem daar eindelijk, waar ik hem ook moest ophalen, omdat hij daar was geleverd. Is de retour dus op een andere plek, UPS, en dat zit niet in Weesp. Dus ik hoop dat ik dat morgen even met haar kan doen. Kan hij ook helpen tillen als we naar Lotte gaan of zo ergens. Anders kan het volgende week woensdag bij mijn vriendin. Er zit ook UPS. Maar dat hij in mijn auto ligt is al heel chill. Ik heb lekker... Ik ging gewoon even door Weesp lopen. Ik moest wachten. Ik heb mijn urine ingeleverd. Dus ze zei, als je even wacht, zei ik, oh, dan ga ik eventjes boodschapjes doen en zo. Dus ik heb even een paar wat groenten en fruit gehaald. Niet veel fruit, want ik heb heel veel fruit bij de supermarkt. Kom ik lekker bij de Alexanderhoeve, dus bij de kaasnotenboer. Heb ik lekker wat echt goede kaasjes gekocht. Ik dacht, dat is leuk. Gepasteuriseerd en voor haar ook een ongepasteuriseerde met whisky. En lekker voor hem wilde ik iets van whiskybonbons of zo. Met pure chocola hadden ze niet. Ik heb gemberbonbons. Er zit ook een strikje op, want het is voor haar. Maar ik had er ineens zin in, dus ik heb het net geproefd. Het is zo lekker. Niet normaal. Ik
Bij dat mijn oma de laatste jaren in ieder geval heel graag wilde dat ik dat gember voor de kocht van het stemgember. Van die echte goeie, maar ik heb het eigenlijk nooit geproefd. Zo lekker. Oh, wel heel zoet. Oh, één is eigenlijk echt genoeg. Een heel groot stuk zoete gember. Met een heel dun laagje chocola. Lekker kaasjes. Bij de Turk net nog een dragonfruit gekocht. Wel een paarse voor 3 euro, maar vond ik nog leuk. Vanmorgen voor het ontbijtje of zo. Oh, ik had nog croissantjes willen kopen. Het ding is dus, ik kom nooit in Weesp. Ik loop er natuurlijk niet heel erg flatteus bij. Maar trouwens, vet grappig. Ik kom af en toe echt niet uit mijn woorden. Ik zag allemaal mensen en ik dacht, oh, maar ik heb je 100 jaar niet gezien. Het is niet het moment waarop ik nu zin heb om elkaar tegen te komen. Dus in de supermarkt zag ik weer iemand en ik dacht, oh nee, als ik die zie, sta ik hier heel lang te kletsen en ik heb er nu echt geen zin in. Dus toen ging ik heel snel naar de kassa. Dus ik wilde eigenlijk even rustig nog boodschappen doen, maar dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik heb echt alleen wat rauwkost of zo gekocht. Maar dat, ik ging naar de kringloopwinkel, daar zag ik niks. Ik heb mijn boelpakketten eindelijk weggebracht, weer bij een ander punt. Ik heb Zalando babykleding weggebracht, weer bij een ander punt. Mijn urine dus ingeleverd, ik werd net gebeld. Er kwam niks uit van een blaasontsteking, had ik dus al gedacht. Ik denk dat het gewoon mijn baarmoeder is die op mijn blaas drukt. Maar de verloskundige was heel stellig van, dat is echt te vroeg daarvoor. Dus mocht er niks uitkomen, vraag even of ze het op kweek willen zetten. Dus dat heb ik gevraagd. Ik denk dat ik daar dan wel voor moet betalen ook ofzo. Maar ze gaat het dus nu op kweek zetten. En dan wordt het dinsdag of woensdag, moet ik dan even bellen. Ze had het over een bepaalde bacterie die vaak bij zwangeren voorkomt, dat ze daar in ieder geval op gaan testen. Ik denk dus dat er niks is, maar nu ook weer na. Ik moet zo nodig plassen. Dat is niet normaal. Ik denk echt dat het die druk is. Maar goed, ik heb dus nog die pureersoep. Ik wilde eerst echt gaan koken voor haar, maar toen kwam ik dus die notenboer tegen. Toen dacht ik, oh leuk. Oh ja, en ik heb dus 2 bakjes bij de Turk. Met zo'n avocado room spread en een pepperjuice spread. En ik zei, mag ik gewoon heel weinig? Dus ik heb echt gewoon een bakje van 50 cent bijvoorbeeld. Vet chill. Anders komt het allemaal niet op. Wat gebeurt hier allemaal? Geen idee wat deze auto doet. En nu ga ik sporten. Maar ik heb dus alles gedaan wat moest. En ontbijt, ja, we eten allebei eigenlijk alleen maar ei en wat fruit. Dus dat heb ik ook in huis. Want H komt echt voor het eerst sinds tijden weer bij mij. En ik vind het wel leuk altijd om hem dan een beetje te verzorgen met lekkere dingetjes. En dat doet hij ook altijd voor mij. Het is net 4 uur geweest, dus ik ben gewoon lekker 4:15 weer thuis. Dan kan ik nog een beetje opruimen. En H is er denk ik echt pas om 6:30. Helemaal chill. Er is zon. Ik ga nog in de zon. En ja, toppie. Fijn hoe je dan zo'n mislukt gevoel kan hebben aan het begin van de dag van, oh mijn god, ik doe echt helemaal niks wat moet. En dan uiteindelijk heb je alles gedaan wat moest. Dat is toch fijn. Had ik verteld dat ik de hele nacht met mijn vlog bezig was geweest? Dat weet ik niet, maar dat heeft ze dus echt ingehakt. Ik ben echt, ik had continu foutmeldingen dat mijn geheugen vol zat. Dus ik heb letterlijk, ik word dus echt om de 2 uur max wakker. Door normaal al, maar nu dus nog meer omdat mijn blaas zo drukt. Dan word ik gewoon echt wakker van dat gevoel van blaas. En elke keer als ik wakker werd, had ik dus weer een foutmelding. Dus ik ben de hele nacht bezig geweest om die vlog online te krijgen. En om 7:00 precies was hij eindelijk online. Dus dat is fijn. Dus nu heb ik een voldaan gevoel en heb ik volgens mij echt alles wat ik moet doen. Ik moet alleen voor mijn werk echt nog handelingsplannen gaan schrijven deze vakantie. Maar dat komt goed. En ik heb geen saladeschaal nog voor Lotte. Oké. Ik ga sporten. 2e keer deze week. 2 weken achter elkaar. Joepie. Ik heb echt lang gesport. 1 uur en 1 kwartier. Ik doe dus full body. 2 keer per week. Ik ben echt trots. En ik denk dat haar er over 1/2 uur is of zo. En mijn huis is in de grote zin zeg maar schoon. Maar ik moet er nog een paar kleine dingetjes opruimen. En het gezellige muziekje aan en zo vind ik wel leuk. Boodschapjes uitruimen. Kijk, van die dipjes. Kaasjes. Toast. Tomatoes. Strawberries. Die al na 1 dag nu al beschimmeld zijn. Voor haar salade met truffel. Mega komkommers. Dat is echt chill aan de foam, maar dat is echt goedkoop. Fresh jus, grapefruits. Die waren weer op. Eet ik elke dag. En dan 1 dragonfruit. En selderij. Dat is wel mee. Niet heel veel. Dat is goed.
Dat is gewoon 40 euro bij die kaasdingen. Dat is belachelijk, hè, eigenlijk. Ik heb 3, 4 kazen. 4 kazen en die chocolaatjes, ja. Maar goed, het is het wel goed. Het is wel heel grappig, want ik had het dus laatst in die klas waar ik ging invallen, vroeger ze wat mijn hobby's waren. En toen zei ik van, eigenlijk nu ik groter ben, toen kon ik een hele lijst met hobby's opnoemen. En dan had ik altijd de meeste hobby's van iedereen, maar nu ik ouder ben. De oude mensen die vergeten vaak, doordat ze het zo druk hebben, zo gewoon om hun hobby's te blijven doen. Dus ik zeg, ja, eigenlijk, want ik wou niet YouTube vertellen. Daarna bleek dat iemand dat al wist, maar goed. Ik wil dat nooit meteen zeggen of zo. Dat heb ik trouwens helemaal niet verteld. Dit keer ook vorig jaar niet in mijn klas. Er komt altijd vanzelf iemand achter. Maar goed, nu zit ik me te bedenken dat mijn hobby borrelen, zeg maar, borreldingen maken, borrelplank maken is. Want ik heb mijn borrelplanken dus allemaal in Zoetermeer gezet. Want ik dacht, ik ga dat hier toch niet meer doen. En nu denk ik, ik vind dit zo leuk. Nu ga ik dus ander soort plankjes en zo pakken om er wat van te maken. En dan denk ik, oh, ik vind het heel leuk. Dit is eigenlijk mijn hobby. Ik geniet ervan. Het is een soort van, dat is altijd creatieve hobby's. En het is ook een soort van, ja, het is een vorm van creativiteit. Je moet een beetje een kunstwerkje van maken. Je moet ook weten wat lekker is. Dus dat is ook een stukje liefde voor eten. Dat is natuurlijk dan ook eigenlijk een hobby. Mensen vinden altijd, als je zegt, mijn hobby is lunchen met vriendinnen of uit eten gaan, vinden ze dan, ja, dat vindt iedereen leuk. Maar ik kan het bij mij wel echt een hobby. Eten is wel echt mijn hobby, goed eten. Ik heb alleen dus niks met snoep of zo. Maar echt lekkere, hartige, goede dingen. Daar weet ik ook wel veel van. Dus dit is echt mijn hobby. Dus dat is wel leuk, bedacht ik mij nu. Dat vind ik zo leuk om dit nu te gaan doen. Heel leuk. Deze bakjes zijn alleen eigenlijk te groot. Voor dipjes. Dus dan ga ik hier de rauwkost in doen. Hoe cute. Ik hou ook echt van goede dingen. Dus dit zijn echt hele lekkere olijven. Die had ik toevallig nog staan. Ik ga lekker gewoon naar... Ja, borrelen met z'n tweeën is toch lastiger, want je krijgt het gewoon niet op. Maar ik wil wel... Kijk, je kan denken, oh, we zijn met z'n tweeën, dus ik neem maar één kaasje. Maar ik wil wel die variatie. Dus ik ga denk ik gewoon overal een stuk afsnijden. Die olijfjes komen meestal op. En dan... Het zijn altijd handige potjes. Ik vind deze olijfjes zo lekker. En dan... De rest gewoon in een bakje bewaren of zo. Ik heb al vaker nu girl dinner dat ik gewoon lekker kaasjes eet of zo. Kijk, deze is ook leuk. Die gebruik ik helemaal nooit. Voor de olijfjes. Ga ik gewoon even geen borrelplank, maar allemaal losse dingetjes. Ook de vaan nog doen, hoor. Ik dacht, ik begin vast even met de dingen die ik nu al kan doen. Die ik leuk vind. Komkommertjes. Bassen. Nou, dat is toch schattig. Komkommertjes, tomaatje, selderij, olijven, truffel, salami. Die cashewnoten die ik had laten zien van Koro met sour cream. Wijnbladeren zonder wijn. Maïsnackies, toastjes, kletsenbrood, sweet pepper jute dip. Deze is wel echt heel weinig. Het ziet er niet mooi uit, maar die avocado roomkaasdip. Dit is een soort geit. Ik heb een stuk afgesneden. Dat is volgens mij koe, schaap, geit. Truffel, schapenkaas, manchego, époisse. Een gepasteuriseerde lekkere jongbelegen kaas of zo. De whiskykaas en een geitschimmel. Nou, helemaal leuk. En hazer. Ik heb alleen de vaat nog niet gedaan, maar het maakt allemaal niet uit. Ik zie er ook niet uit. Dat is wel grappig. Ik zie er echt... Oh, ik ga het al naar binnen. Ik heb mijn best gedaan op de borrel, want dit krijgt hij erbij. Maar ja, dat is als je al maar samen bent. Dan maakt dat allemaal niet meer uit. Ik wil in ieder geval dat er gewoon lekker een borreltje stond. Muziekje, kaarsje. Dit is wel ernstig. Maar het boeit niet. Wat morgen. Wij gingen gisteren lekker een film kijken. Ik weet alleen maar welke. Oh, jawel. Jeetje. Snow White. Maar dan met die actrice van... Jeetje, mijn hersenen. Twilight Saga. Vampire Diaries. Twilight. Ja. Het was best wel een leuke film. En die was al meer dan 10 jaar ouder trouwens. Even ontbijten. We gingen dus lekker op 10 uur naar bed, zou ik zeggen. Heel goed. Lekker 9 uur opstaan. Het is echt lang geslapen. Ik voelde er niks van, maar straks moet ik dat ook wel even. Mensen zeggen, je wordt moe van lang slapen, maar dat heb ik niet. En nu ben ik even die pureersoep aan het bakken, want die moest eigenlijk gisteren op en ik dacht, we kunnen dat misschien wel op lunch eten. Tada! Voor mijn gevoel is dit echt het eerste weekend in tijden dat we hier zijn. Ja, sowieso. Toen ik terugkwam van Zwitserland, maar ook dat ik eventjes in de ochtend rustig dingen kan doen. Ik ga even mijn eerste echo en zo in mijn fotoboek plakken. Is dit de eerste of de tweede? Dat is die helemaal verkreukeld is. Dat die in het cadeautje zat van Mark en Lisa. Kijk, dit heb ik. Maar ik heb al 3 weken niet in het boek geschreven.
Oh, de eerste echo had ik hier al in gedaan. Ah. Oh. Bizar. Zo klein. Nou, hoe moet je dit? Past niet in het vakje. 8 weken en 2 dagen. Ik kan er dus niet tegen dat het niet in het vakje past. Ik ga hem ook niet knippen, toch? Knippen? Alle echo's staan dus ook in de app. Dus je zou ze ook kunnen printen en die erin kunnen plakken. Maar ik doe gewoon deze. Ik ga het gewoon knippen. Ga ik dit echt doen? Kan dat? Let op. Oh, het knipt echt lekker. Het is zover. Wow, het is echt nog precies de goede hoeveelheid voor de schade. Het lijkt een hele andere kleur, hè? Dit lijkt veel minder warm dan dat. Hij gaat dus de schade doen. Super chill, hij heeft daar al een gat op gevuld. Ik ga dat niet netjes kunnen doen, hij is er echt goed in. Hij denkt dat het gaat lukken zonder de hele muur te verven, dus ik ben heel benieuwd. En als het goed is, hebben we alleen deze nodig. Dit is nogmaals Vesting Saint-Tropez. Deze zit nog heel veel in, zo te voelen. Als het goed is, hebben we die niet nodig. Deze gaat ook weg naar de berging, want die gaat naar Zoetermeer toe uiteindelijk, maar... Het balkon oogt echt veel mooier als die weg is voor de foto's en de bezichtiging. Dus hij gaat hier nu eens eentje tillen. Oh, joh. En de soep is trouwens klaar. Heel lekker. Ik ga er een kimchi tosti bij maken. Ik had alleen nog maar komijnenkaas. Ik ga het in de pan doen zonder boter. Ik ben benieuwd. Met die kimchi dus. Doei stoelding. Dit is de kimchi tosti. Maar dat is nog lekkerder met zuurdesemgroot. Welk cijfer geven we het, hè? 8. Mmm. Lekker. En dit soort brood vind ik er niet zo lekker bij, van dat kruimige. Wat vind jij, welk cijfer? 7. Oh, ja? Ik vind misschien echt wel een 8,5. Lekker. We zijn in Den Bosch al een tijdje. We hebben echt meer dan 1,5 uur gereden. Het was alleen maar file. En toen wilde ik dus nog een saladeschaal scoren. Want Lot zei vorige keer tegen mij tussen neus en lippen door. Oh, ik wil echt een saladeschaal, dat heb ik nodig. Toen dacht ik, dat ga ik voor haar zoeken. Maar ik kon steeds niks vinden. Ik heb er nu eentje, ik vind het niet een 10. Maar ik dacht, nou, zij vindt het denk ik wel leuk. Ik vind hem ook wel leuk. En ik moest dit meenemen voor Bolly en Lilo, ook al is het nog lang geen kerst. Kijk, dit is de schaal. Want TK Maxx zijn uiteindelijk heel groot. Dat vindt ze denk ik leuk en Guus ook. We hebben trouwens best veel mee, dat is wel leuk. Alle kaasjes van gisteren. Dan heb ik een cadeautje voor Bob. Oh ja, een spelletje meegenomen. Nog een cadeautje voor Lot met kaarsjes en lucifers. En nog een fles wijn. Dus helemaal leuk. Trouwens, koffie van Happiness Café. Heel lekker. Die heeft dus echt zo'n... Dat cappuccino havermelk en haan espresso. Maar echt zo'n chocola noterige smaak in plaats van zuur. Heerlijk. We zitten netjes te wachten tot 5 uur is. Want ik haat het als mensen te vroeg komen. Dus we gaan echt zo precies om 5 uur aanbellen. Wat ik ook haat. Maar Lot weet dat we er al zijn. Okay, we hebben hier lekker de kaas van gisteren mee. Kijk nou, hoe schattig. Ik heb het gekregen. Guus heeft dus gekookt. We hebben ei. We hebben zoezuur. Zoezuur. En hoe heet dit ook weer? Rottibellen. Lekker hoor. Dat zijn de rotties. De rotties. Ja. En dit. Deze is voor jou. En een bobje op de achterkant. Ja, een bobje. Deze is voor mij. Deze is leeg. Kijk, deze is voor jou. Oh mijn god, dat is zo lekker. Ja, dan om het idee aan zich. Lekker. Ik ga ook even drinken. Ik vroeg nog even Lot, zodat jullie zien wat ik ben. Ik heb water in mijn bierfles. Oh ja, dat is wel waar. Dat is wel echt waar, ja. Maar ik heb ook het biertje opgedronken. Dit hier gezellig. 21 graden was het vandaag. Ja, het was echt lekker weer. Is dit een record voor 28 oktober? Wat is de datum? Zo ver al? Nee, 6. Want mijn soep was houdbaar tot 25. Ik had pureersoep gekocht omdat het in jouw video. Oh, wat vind je ervan? Ja, wel lekker broccoli had ik. Ja, was gewoon wel prima. Toch? Dan doe je de bouillon eruit voor Bob. Ja, en voor mezelf maar de helft. Want ik vind het echt idioot veel wat erbij zit. Die bouillon? Ja. Mm. Vond je wel lekker. Wow, het is al bijna 12 uur 's nachts. Het was zo gezellig. Nu gaan we lekker naar huis rijden. Het is echt leuk. Het is de eerste keer dat we met z'n viertjes hebben gegeten eigenlijk. Dat was een groot succes voor herhaling vatbaar. Heel gezellig. We zijn de volgende keer weer eigenlijk bij hun is handig. Want ze hebben natuurlijk Bob. En daardoor konden we het lekker laat maken. En hoefden ze niet vroeg naar huis voor Bob of zo. En Bob is zo schattig. Zo makkelijk kind. Echt, echt een cutie. Het was heel gezellig. Nu zijn we even aan het tanken. Haas aan het tanken. En dan straks lekker naar huis slapen. Ja, echt leuk. Dit is echt ook hoe ik mijn toekomst altijd voor me zag. Van kindjes krijgen. En... Met je partner in een ander stijl, zeg maar, eten en zo. Dat is gewoon hoe ik ook ben opgevoed met mijn ouders. Gewoon elk weekend gingen ze
iemand kwam bij hun eten een stel of zij gingen naar een ander stel toe. En dat vind ik zo leuk. En eigenlijk deden we dat alleen maar met haasvrienden en familie. Maar super leuk dat Lot met dit idee kwam. Dat je dus gewoon stelletjes hebt met wie je gaat eten. Ik vind het echt heel gezellig. Good morning. Lekker bezig weer. Ik moet zo wel weg, dus het is even een kort nachtje. Even lekker een ontbijtje. Kijk, dit is altijd in de kamer. Ben jij vroeger? Oh, heb jij ook foto's van mij vroeger? Zie, we zitten bij oma Ko en Muiden. Zo gezellig. Mag ik jou filmen? Nee! Ik ben het wel lelijk gemaakt. We zitten met mozzarella, ja. Lekker. We hadden te veel honger, dus we hebben voordat ons eten komt vast een tosti. Maar hij is nog niet eens gesmolten. Dat vind ik jammer. Maar wel lekker. Okay, we hebben hier een bal gehad. Zo, dit is echt opa eten. Nee, ik heb het ook zien. Heb je drie doeiers, ja. Ja, gewoon een boterham. Kijk hoe zie je lekker met uienzoek. Het was echt leuk om weer een keer naar oma Koos te gaan. Want ik zei al heel lang tegen haar dat ik daar weer een keer heen wilde. Ik had dus uiensoep. Maar het smaakte, het rook een beetje naar appeltaart. Maar er zat een soort van... Wat zat erin? Aparte kruid in. Nu hoef ik echt een jaar geen uiensoep meer. Het was heel intens, maar wel heel lekker. Ik krijg het er ook lekker warm van. Jullie kijken echt van waarom wil iemand dit weten? Ik zeg ook maar wat. Maar dit, ja, heerlijk dagje. En Inger was trouwens heel blij dat we er waren. Ik heb mijn kamer laten zien. Dat... Oh ja, jij wil er wel in. Jippie. Dit is mijn achternichtje. Voor wie het niet weet. En mijn andere nicht loopt voor me, maar die wil niet. Die mocht alleen in de zwanger vertel video. Dat vond ik wel leuk. Oh, maar ik ben zo snel buiten adem. Ik ben nu al kapot dat ik dus nu zo aan het vloggen ben. Ja, hier naar rechts. Dan zijn we er al. En nou. Ja, ik hou echt van maken. Inmiddels bij mijn ouders even op de dieren passen. Mijn dienst is begonnen. Oliver is tot nu toe gedaan. Anders was ik nu lekker naar Haan Zoetermeer gegaan. Ik baalde wel een beetje. Maar natuurlijk, eindelijk vakantie kan je eindelijk lekker wat meer in Zoetermeer zijn. Maar ja, aan de andere kant, nu woon ik nog hier. Ga even naar buiten, schat. En nu kan ik... Nee, ik vind het kooitje. Kom, je mag niet los buiten. Kom. Ik vind het kooitje niet leuk, maar als je buiten bent, ben je altijd blij dat je weer buiten bent, dikke baby. Kom, kom. Hier. Hierin. Kom. Dat voor je staart. Ga maar naar buiten. Kom, dikkie. Ga naar buiten. Dat is lekker, in het zonnetje. Ja, nu kan ik dit nog doen, want nu woon ik hier nog. Dus ik ga woensdagmiddag alweer naar Zoetermeer. Ik ga lekker allebei buiten zitten, chick. Zo, ik heb vandaag echt een buik. Ineens vanochtend, ik zeg tegen haar, wajo. Ik was ook ineens een kilo zwaarder, gewoon ineens, van de een op de andere dag. Ik zeg, wajo, ik heb echt een buik. Mijn nichtjes vonden het ook helemaal leuk dat ik een buik heb. En mijn tante al, zo lief. Hi babe, lekker buiten. Ja, dat vind jij lekker. Net even gebadderd. Nu lekker buiten. Zo, blij dat ik weer thuis ben. Het is echt donker en koud. Dit waren trouwens mijn boodschappies. En ik ga lekker kimchi tosti maken met dat brood, deze kaas. En kimchi en boter in de pan. Deze kaas is heel lekker. En dan lekker chillen, lekker thuis. Fijn. Oh, zo lekker. Ik heb er twee. Dus echt vier boterhammen. Ik heb heel veel honger. We hebben eigenlijk heel weinig gegeten vandaag. Zo lekker. Yummy. Goedemorgen. Ik ben lekker... Oh nee, ik krijg weer dat weer. Ik ben lekker naar mijn ouders huis. Chiek, je mag geen geluid maken. Want mijn broertje en ik passen op het huis. En nu is een beetje mijn dienst. Maar ik dacht, ik neem gewoon mijn ontbijt. Oh, dit is zo vervelend. Nee, hou op. Ik dacht, ik neem gewoon mijn ontbijt mee. Ga ik meteen hierheen. Dus ik heb even mijn gezicht gewassen en alles. En... Ik dacht, ik ga niet eens douchen. Ik trek gewoon wat makkelijks aan. Ik ga hierheen, ga ik hier ontbijten, ga ik hier tv kijken, ga ik hier werken. Ga ik hier straks lekker in bad, dan ben ik hier gewoon de hele dag. Best veel werk te doen, ben ik met deze vogel. Push Meow zit alleen maar buiten, dus voor haar ben ik er niet. En Oliver is zo lief om even de trollen te komen doen, omdat het toch beter is om niet te doen als je zwanger bent. Hi, mooie baby. Dus ik ben even eitjes aan het koken. En dan is dat een beetje mijn dag. Ja. Weer van tijd als het donker is, vind ik echt stom. Weer mijn hele dag. Nee, voor gisteren was die middag weg. Het voelt alsof ik daar echt heel lang mee bezig ben, maar het was pas de eerste dag dat ik volledig ging oppassen. Ja, ik vind het gewoon te zielig om korter te gaan. Maar als Pushmail op mij gaat liggen, kan ik niet werken.
Met Chico kan ik niet werken, want die knabbelt aan je laptop, telefoon, alles. Dus ik heb echt weinig kunnen doen. Dus ergens baal ik wel een beetje, want en ik had al lekker in Zoetermeer willen zijn. En anders had ik gewoon lekker in mijn eigen huisje een beetje willen rommelen. En dat kan dus niet, want ik moet dus op de dieren passen. Ik doe het natuurlijk graag, want het zijn mijn ouders. En ik hou van de dieren. Maar het is niet dat ik het heel leuk vind. En dat ik er blij mee ben dat ik het moet doen. Want ja, ik wil het liefst gewoon ook in mijn eigen huisje zijn. Of in Zoetermeer. En een hele afval staat er nog en ik kom nergens aan toe. Daar kan je ondertussen niet iets voor jezelf doen. Dus dat voor je huis doen. Dus dat is gewoon balen. Maar ja, het is echt maar 3,5 dag. Dus ik moet niet zeuren, maar toch. Ja, die herfstvakantie is maar heel kort. Vrije tijd is schaars. Dus ik had mijn vrije tijd liever anders ingedeeld. Maar het is wat het is. Even naar de Albert Heijn geweest. Verder alleen maar daar gezeten. Ja, cool. Oh my god, happy me. Mijn buren hadden een pakketje voor me aangenomen. Maar kijk, mijn favoriete trui. In 2 andere kleuren besteld. Ik wist niet eens dat ze het hadden. Ik zag ineens die Linda 20% korting. Het is alsnog heel duur. Die truien zijn echt onwijs duur. Die vorige heb ik op Vinted kunnen scoren. Kijk, elke week komt nooit een trui van Stieglitz in mijn maat op Vinted. Sowieso heel weinig. Dus ik dacht, ik bestel het. Want ik heb zoveel lol. Nou ja, van deze groene die ik net ook aan had. Dat is wel een XL. Dat hadden ze niet meer. Dus ik heb nu een L. Maar die is alsnog gewoon heel lekker groot. En ik heb hier zoveel lol van. Niet normaal, ja. Die XL vind ik misschien nog chiller. Daar heb ik ook altijd heel veel lekker in gesport. Maar ook naar mijn werk en ook met zwangerschap. En nu heb ik dus in het paars. Zo heerlijk. Dus hij is alsnog gewoon lekker groot. En ik heb hem dus ook in het blauwe. Oh, ik vind deze blauwe heel mooi. Er komt dus wel een soort heel goor poeder of zo uit de trui. Ik weet niet, het is een soort bepaalde wassing. Dus misschien daardoor. Ik ga hem denk ik eerst eventjes wassen. Maar wel om maar 20 graden of zo. Deze is heel mooi. Oh ja, jullie weten hoe blij ik ben met deze truien. Ik ben heel blij dat ik het heb gekocht. Het is wel echt heel duur. Maar ik weet gewoon hoeveel lol ik ervan heb. Ik twijfelde eerst over die paars. Ik dacht, het is leuk, maar het kan ook een beetje suf staan. En ik twijfelde over blauw. Ik dacht, vind ik dat wel helemaal leuk. Maar ik vind die blauw eigenlijk echt heel erg prachtig chic. En die paars vind ik gewoon heel leuk. Weer totaal anders. Dus happy me. Nu heb ik lekker 3 van deze truien. Heerlijk. Zijn we weer. De ene laatste dag. Chico weekt altijd zaadjes in het water. Ik ben vandaag heel slow. Ik ben even naar de markt geweest om dragon fruit te kopen. En ik heb gesport. Nu ben ik hier. Echt heel stoom. Ik heb ook niet echt wat te vloggen. Ik heb er weer slijmtal gemaakt, zie. Nou, ga ik bij mijn broertje eten. Even een douche, Chico. Het is wel echt zo, hoe moe ik ook ben of zo. Sporten gaat altijd wel goed. Kom. Je wil elke dag douchen, nu niet. Hallo? Waarom wil je niet? Wil je niet op beeld? Camera schuw. Jij houdt niet van camera's, telefoons en laptops. Heel goed, dat is ook helemaal niet goed voor je. Ik had dus een Too Good To Go box bij het stoepje gehaald op de markt. Maar kijk hoeveel taart. 4 tompoesen. Misschien moet ik het even meenemen straks bij mijn broertje of zo. Afvalbroodjes. Dat is heel chill voor deze week. Heel veel soort haverkoeken. Oh my god. Hier. Echt heel veel. Het was 7 of 8 euro. Alright, nou 3,5 uur bij de dieren geweest en echt fulltime. Poes, dan weer vogel, poes, vogel, gewoon, die waren wel echt heel blij hoor. Het is wel een dankbare job. Heeft je stof gezogen, netjes achtergelaten. En morgen ben ik er namelijk maar kort. En nu bij mijn broertje eten. Haha. Ja. Kijk hoe lekker dit. Wat heb je allemaal in je pompoensoep? Heel fijn. Hij is heel mooi dik. Tomaten. Ja, dacht ik al dat jij dat deed. Ik vind wortel niet zo lekker in pompoensoep. Oh ja. Tomaatachtig. Ja. Niet dit. Oh, ook helemaal niet gefilmd dat ik de hele avond met jou heb geknuffeld. Sorry, vergeten. Good morning, zelfde rieltje. Ik ben mijn huis aan het opruimen. De vaatwasser aan het leeghalen, wasje aan het draaien, tassen aanpakken. En dan ga ik zo weer weg. Ja, heel saai dit, maar het is eventjes het leven. Ik zal eens even te kijken wat ik kan combineren met deze trui. Ik heb dus nog dit soort broeken liggen die ik eigenlijk een miskoop vond. Omdat het is niet echt een flirt. Ik vond het gewoon niet mooi en ik vind het eigenlijk ook een oma print. Maar die trui is best wel hip, maar die wordt hierdoor dus echt oma-achtig. Maar het is wel een soort lekker comfy outfitje. Maar die trui lijkt wel groter sinds ik hem heb gewassen, joh.
Ja, dit voel ik niet helemaal, maar het is wel gewoon een lekker go-to lookje. Want ik zat te kijken waar ik dit nou mee moet combineren. Maar dit is zoveel leuker met de stoere broek. Maar dat heb ik niet. Ik ga trouwens nu even heel snel me aankleden. Dit ga ik niet aandoen en weg. Want ja, bijna klaar. Zo, daar zijn we weer. Water verschoon. Jij hebt ook water, hè? Dikke fluff. Nee, met een dikke boter mee. Water? Water? Het water van de poes. Kijk eens, Poesinho. Wat is het water van Poesinho? Lekker schoon. Is er eigenlijk dat je ook nog schoon water? En dit is het bakje voor de poes buiten. Dat is met een beetje een fluffy mixzak. Ja. En hier het water. Dat was het wel. Zit mijn dienst er bijna op al. Ik vind het nog maar even te knuffelen met jullie. Dan ga ik lekker lunchen bij mijn vriendin. Haha, oh, dit is dus de blauwe trui. Ik vind hem wel heel leuk, maar zie, het lijkt wel alsof ze groter zijn geworden door de was. Ik heb ze uitgehangen en niet in de droger gedaan. En ik had vlekken. Met een dikke, mooie, fluffy, vette, zachte baby. Hey, dat is stout. Ja, dat is lief. Goed zo, nu ben je een lieve baby. Surprise! Gezellig! Het kan ook zijn dat je naar mijn vriendin zin in. Je vliezen breken. Echt zin in. En uiteindelijk die bevalling. Ik heb haar baby dus gezien toen ze. Hoeveel weken was het toen? Nog geen maand volgens mij. En dit is echt een van mijn allerbeste vriendinnen. Nu ga ik de baby voor de tweede keer zien. En wat ik dus zie op foto's en zo, is al zoveel groter. Het is zo schattig en mooi en lief. En ik heb helemaal zin om haar te zien. En mijn vriendin vindt het ook helemaal fantastisch dat ik natuurlijk zwanger ben. En dat onze baby er straks een vriendinnetje bij heeft. Want ze scheden dan maar. Ze scheden heel weinig. Wat hadden we nou uitgerekend? 7? Ja, volgens mij was ik 2 maanden zwanger. Dus we hebben 7 maanden of zo. Dat is echt super leuk. Dat is gewoon echt fantastisch. Ja, daar hebben we heel veel zin in. Waar ik trouwens ook heel blij mee ben, is dat we eigenlijk het hele oppas en dat soort geregeld plaatje voor als onze baby er is al rond hebben. Echt. Blessed. Zo blij. Het is gewoon helemaal geregeld. Daar ga ik later nog wel een beetje verder op in. Ik weet ook al helemaal hoe ik het wil gaan doen met werk volgend jaar. We moeten natuurlijk eerst eventjes ook allemaal mijn werk bespreken. Maar ja, dat is helemaal rond eigenlijk. Als het ook met mijn werk allemaal kan, waar ik wel vanuit ga. Waar ben ik nou? Dus ja, heel blij. Echt geweldig. Helemaal happy de peppy daarmee. Helemaal zin in. Ik vind zwanger zijn dus best wel leuk gewoon. Maar ik heb ook echt al nu al zin om ons kindje te ontmoeten. Dat is wel grappig. Ik heb echt niet iets van, oh nee, blijf nog maar even zitten. Anders is het te snel. Nee, helemaal niet. Heel veel zin in. En behang wordt deze week geleverd trouwens. Ook heel leuk. Dus allemaal leuk, leuk, leuk aan de slag. En ik ben straks lekker 5 dagen bij mijn gezinnetje in Zoetermeer. Helemaal, ja, helemaal happy. Helemaal leuk allemaal. Helemaal blij. Helemaal top. Dat is echt wel, ik vind het echt oprecht heel irritant. Ze is dat heen en weer gesleept. En ik denk ook, ik wil wel echt voor mijn verlof begint eigenlijk dat wel over zijn. Zodat ik niet pas in mijn verlof een beetje, oeh, dat is wel krapjes. Ik pas in mijn verlof eigenlijk rust heb. Want dat heen en weer gesjouw is gewoon best wel intensief. Maar het is nu wel lekker dat ik er dan gewoon eventjes 5 dagen ben. Als maandag weer wegga, dat is wel even heel relaxed. Ja, dat is lekker. Hoppatee. Mijn bonusdochter is er de hele week, dus we gaan natuurlijk wel ook gewoon leuke dingen doen. Maar zij is ook op een leeftijd dat ze gewoon heel graag lekker zelf met vriendinnetjes wil spelen. Dus lekker thuis wil zijn. We hadden eerst iets van, we gaan allemaal leuke dingen plannen. Maar toen zeiden we van, nou, de grote kans dat ze straks komt. Dus ze is er nu al bij heel. En dat ze zegt, ik wil lekker juist thuis zijn en lekker spelen met mijn vriendinnen. En niet te veel vol plannen. Dus ja, dat is ook prima. En dan kunnen we weer lekker ondertussen behangen of in huis klooien of wat dan ook. Morgen heb ik gezellig een dagje met haar. Ik denk dat ze wil winkelen. Dat vindt ze tegenwoordig wel heel leuk. En sushi wil eten. Ik neem trouwens dus nu al dit gebak mee naar mijn vriendin. En ja, ik vlog daar dus nooit. Maar ik heb er heel veel zin in. En ik vind deze blauwe Stieglitz trouw echt heel leuk. Content. Oh, het was zo gezellig. Iets te lang gebleven, waardoor ik dus nu in de file sta. Waar ik al bang voor was. Maar het was zo leuk. Haar katten zijn zo schattig. Er waren ook gewoon baby's. Die hebben ook helemaal bij me gelegen. Dus ik heb echt een dierenweek. Alleen maar met dieren. Nu is er dus, ik rijd nu toevallig net door, maar echt mega file. Dus het is gewoon een uur rijden vanaf haar, terwijl het eigenlijk maar 40 minuten is en er komt steeds meer tijd bij.
En ik had even met haar overlegd dat ik dus eventjes in de Laplace, dus een kwartiertje voor Zoetermeer of zo, voor het huis, dat ik daar even ga werken. Ik zei ja, ik vind het gewoon niet leuk. Wat er dus niet zo leuk was in onze relatie, was dat ik dus heel vaak niet aan mijn YouTube toe kwam. En dan ging ik, als zijn bonusdochter ging slapen of als hij naar bed ging, dan ging ik pas werken. Want ik wilde dan met mijn bonusdochter zijn. Als zij in bed lag, wilde ik nog even lekker met haar zijn en tijd voor hem hebben. Maar dan had ik dus mijn video niet af. Wat dus resulteerde dat ik tot diep in de nacht zat te werken. Vooral in de babbelhapperiode, maar ook met vlogs. En toen gingen we bijvoorbeeld naar vrienden of bij zijn ouders eten. Maar dan had ik het dus gewoon niet af. En dan lagen zij allebei te slapen. En dan zat ik tot 3 uur 's nachts te werken. En dan lig ik eindstand de dag erna weer tot heel laat in mijn bed uit te slapen. En zo ga je helemaal langs elkaar leven. En dan had ik natuurlijk ook nog babbelhap, wat langs elkaar leven resulteerde. En 35. Dus ik zei, ik belde hem net. Ik zeg, dat wil ik niet meer. Dus ik wil niet. Ik heb dus niks kunnen werken doordat ik op die dieren ging passen. Morgen heb ik een dagje met mijn bonusdochter. Wil ik helemaal voor haar er zijn. Daarna gaan we bij mijn schoonouders eten. Nou, vorige week kwam ik terug van mijn schoonouders om 22:00. Ik weet niet of je dat nog weet. Moest ik dus de hele nacht werken, omdat ik het niet af heb. Ja, ik wil dat gewoon niet meer. En toen zat ik nog alleen thuis. Dus oké, is anders. Ik wil dat niet. Dus ik zei van, zal ik dan in de Laplace gaan werken? Even 1,5 uur. Dat ik in ieder geval wat op dreef ben. En dat ik dus niet aankom bij jullie. En meteen achter mijn laptop moet gaan duiken. Want dat wil ik dus niet. En als ik aankom en dus tijd heb voor mijn bonusdochter en voor haar, dan moet ik dus weer in de nacht werken. En dat is gewoon niet leuk. Dat is gewoon echt niet leuk. Dus dan kan je maar beter wat later thuiskomen. Hij zei, zorg wel lekker dat je er om 6 uur bent of zo. Kan je nog even 1,5 uur werken. Dus dat is helemaal goed. Ga ik dat doen? Ga ik even knallen. En dan hoef ik thuis alleen nog maar even te uploaden, thumbnail, dat soort dingen, denk ik. Het hoeft vast vrijdag online. Wow, het is nu woensdag. Maar ja, morgen ga ik er gewoon niet aan toe komen. Dus het moet vandaag af. Want morgen heb ik een dagje met haar en dan wil ik daar ook zijn. Dus ik was eigenlijk heel vaak, liet ik het sociale zeg maar voor YouTube gaan. Maar YouTube gaat ook altijd door. En ik mis geen uploadmoment. Waardoor je het dus moet doen als de rest slaapt. Terwijl eigenlijk is dat gewoon geen werktijd meer. Dus dat wil ik niet meer. Ik wil gewoon dat soort dingen, daar heb je van geleerd, dat wil ik niet meer. Dus ik vind het wel een goede oplossing. Heb je het niet af, dan ga je zorgen dat je pas thuis bent als het af is. En als je thuis bent, ben je dan ook echt thuis. Dus ja, ik denk dat het een goed idee is. Dus ik ga lekker zo bij de Laplace even werken. Dan neem ik daar lekker een theetje of zo. En ja, ik vind het wel een goed idee. Oké, ik ben op de wc, ik heb geplast en ik ga weer. Ik heb een munt tegengenomen, ik zocht een plekje. Lekker op een bank. Allemaal schreeuwende kinderen, super harde muziek. Dus ik ga ergens anders zitten, vet harde muziek. Ik ga ergens anders zitten, vet harde muziek. Ik denk, dan ga ik wel in de auto zitten of zo. Of ik ga gewoon naar huis. Dat kan ook naar Jol en Chicky toe. Want dit is helaas een failed mission. Nou, munt tegengedronken en geplast. Nee, dit is echt zonde. Zo harde muziek, ik heb er helemaal over van, ik ben helemaal overprikkeld. Nou, dit werkt volgens mij ook prima. Hoppa. Ik kan alleen niet je benen over elkaar. Meestal doe ik dan mijn benen over elkaar en dan kan je je laptop daarop zetten. Nu zit je heel erg zo, dat is niet echt goed voor je nek, maar oké. Okay. Hoe gaat het? Ik kan ook gewoon naar huis gaan, maar ik wil gewoon niet eraan komen. En ik heb haar best wel lang niet gezien en dan meteen aan het werk moeten. Ik wil dat gewoon niet. Oké, okay, zo dan. Zijn geweest. Het is niet dat ik dit vaker ga doen hoor. Want ik denk dat het is voor herhaling vatbaar. Maar er is nu ook echt vette files hoe ze meer in. Dus ik ga gewoon even hier en dan ga ik gewoon lekker rijden. En die ook. We hebben dus beneden zeg maar dat hele kantoor. Ik vind het gewoon niet leuk om daar te gaan. Ik vind het gewoon niet leuk. Hoi, daar ben ik. En ik moet eerst nog 1,5 uur werken. Ik vind dat gewoon stom. Maar daar werd ik helemaal gek. Als ik het niet voor haar verjaardag, weet ik nog. Mooie salade. 6 uur red ik net niet, want het staat weer helemaal vast Zoetermeer in. Dat is echt zo balen. Altijd deze kant op. Daarom, voor heel naar mij is het nooit echt een probleem, maar altijd deze kant op is altijd echt balen. Maar ik heb alle beelden kunnen bewerken. Dus ja, een kleine 1,5 uur. Zo lang duurt dat niet, maar meestal moet je nog nalopen, fine-tunen, thumbnail, uploaden, renderen, dat soort dingen. Maar op zich, vlog editen ben ik best wel snel in geworden. Ja, ik weet ook steeds beter hoe ik moet filmen. Niet te lange beeld. Weet je, vroeger had ik echt wel eens mijn camera 20 minuten aanstaan en zo. Dat kost zoveel tijd. Dan klik ik hem wat sneller uit en dan weer aan. En het is ook niet een hele lange vlog trouwens. Jammer.
kan er niks aan doen. Ja, dit hoort ook nog bij de vlog. Dit moet ik dan straks nog bewerken. Nee, het duurt maar 3 kwartier. Nou ja, het is voor heel veel mensen alsnog lang. Maar ik hoop dat we erwtensoep eten. Ik heb dus zoveel honger. Ik heb daar 2 eitjes op en croissant. En ik heb ontbijtkoek gegeten. Maar verder heb ik dus niks gegeten. En ik wou niet bij Laplace. Ik vond het echt al zonde dat ik 4 euro heb betaald voor munt eten. Terwijl ik daar niet eens heb gewerkt. Maar ik had daar misschien toch iets moeten eten. Want ik heb nu zoveel honger. Oh my god. En ik denk dat er geen parkeerplek meer is. En mijn hele auto ligt vol. Met spullen. Maar dat komt later wel. Ik moet vooral nodig plassen. Dus ik ga gewoon lekker de belangrijkste spullen pakken. Plassen. En lekker aanschuiven aan tafel. En gezellig. Ja, ik doe vanavond, als Chickie slaapt, doe ik nog wel heel even wat op mijn laptop. Maar kijk, voor dit heb je echt stilte nodig. Voor editen, want je moet het kunnen horen. Maar voor een thumbnail maken en zo heb je geen geluid nodig. Dus dat kan je ook gewoon op de bank doen terwijl haar een film zit te kijken of whatever. Dus eigenlijk heel chill. Dus oké. Nou, 6 uur had ik net niet, maar ik ben er denk ik 6:10. 6:05. Dus eigenlijk best wel toppie. Het ging prima zo in de auto. Ja, het is toch beter. Dan werk je toch effectiever dan dat ik daar ga zitten en mijn schuldig voel dat ik nog aan het werk ben. Dus het is wel pikken donker. Daar moet ik wel even aan wennen hoor, dat het zo snel donker is. Ja, ik ben benieuwd wat we gaan eten. Ik heb heel veel zin om daar weer lekker te zijn. En dit keer eventjes. Ik zei 5 dagen, maar het zijn er eigenlijk 4 en deze avond. Ja. Kijk, ik hoop het op erwtensoep. Oh, het is heel dik, maar het is erwtensoep. Lekker. Lekker. Kijk, dit cute toetje. Tada! Mijn iPhone is er. Ik wilde dus al heel lang een nieuwe telefoon. Ik heb de iPhone 12 Pro. En ik had toen de 15 Pro besteld. Die was zo slecht, weet je nog? Die had ik teruggestuurd. Dus heb ik expres gewacht op de 16. En ik heb het wel echt nodig. Want hij is gewoon aan vervanging toe. Hij is nog heel goed hoor. Maar vooral voor mijn werk vind ik gewoon dat mijn camera echt te slecht is. En ik was zo slim om ook meteen al hoesjes te bestellen. Dus die heb ik al een tijdje binnen. En gisteravond heb ik nog even screen protectors besteld. Want die fout wil je echt niet maken dat je dat te laat pas hebt. Dus dat is heel fijn. Vroeger was dit echt zo'n heel bijzonder moment. Tegenwoordig is het minder bijzonder, maar dat is eigenlijk zonde. Want het is wel bijzonder. Gaat hij? Oeh. Ik hoop echt dat hij nieuw is en niet gebruikt. En dat er niet iets fout aan is. Zo, lekker chillkleding aan. Ik ben even al mijn spullen een plekje aan het geven. Zij zijn even lekker mee op tv aan het kijken. Dat vind ik wel lekker even aardig. Dus kan ik even alles uitruimen, alles opruimen en chillen. En dan lekker slapen. Dus kan ik ook de vlog lekker afsluiten. Ja, ja. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet een leuk reactie achter te laten. En een duimpje omhoog te doen, te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En volg me op Insta. En maandag komt er dus weer een extra zwangerschapsvideo. Ergens tussen 3 en 5. Hangt een beetje vanaf of ik het red qua tijd steeds. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende. Doei!